En ik weet wat ik moet doen. Scoren. Ja. Kom maar. Ah, 3, 2, 1. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag ga ik weer vloggen. En ik zou om 12 uur in Amsterdam moeten zijn voor opnames met Noah Zeeuw, de keeper van Queerness FC. Want we gaan een soort van video opnemen waarin ik mag schieten op goal. En elke keer als ik raak schiet, gaat er 50 euro in de pot. En als ik mis schiet, gaat er 50 euro vanaf. Dus in totaal kan ik iets van 500 euro winnen of zo. Ik heb geen idee. Alleen het probleem is nu dat we hebben afgesproken dat ik daar om 12 uur zou zijn. Alleen hij heeft geen adres gegeven en hij is dus nu al aan het opnemen. Dus hij ziet zijn telefoon niet. Dus ik weet ook niet waar ik moet zijn om 12 uur. Ik denk ergens in Amsterdam. Maar ja, ik kan nu eigenlijk niet zoveel. Ik moet eigenlijk nu weg, maar ik weet niet waar ik naartoe moet. Dus dat is ook een beetje lastig. Top, ik heb het adres. En oh, ik word weer helemaal blij. Moet je eens kijken, joh. De zon gaat schijnen en er is een blauwe lucht. Het is nu 11:30 en ik ga nu snel richting Amsterdam. Want dan alsnog ben ik er om 12 uur. Dus net op tijd. Maar laten we wel gewoon lekker gaan. Dus let's go! Zoals jullie zien is Mees er ook. En die gaat nu een penalty nemen. Dus let op. Hij staat er niet zo lekker voor. Hij staat er niet zo lekker voor. Kijk eens waar we zijn. Kijk eens waar we zijn. We zijn op het Noahtje. En we gaan iets leuks doen, want we gaan penalties nemen. En dus elke keer als ik raak score, gaat er 50 euro in de pot. En elke keer als ik mis, gaat er 50 euro vanaf. Klopt, en dan mag je bij de 11e penalty zelf kiezen of je voor dubbel of niets gaat. Oké. Okay. En geloof me, het is moeilijker dan je denkt. Maar luister, ik heb zoveel research gedaan. Ik heb alle Creators of Safe video's teruggekeken. Alles. Ja. Ja. En ik weet wat ik moet doen. Scoren. Ja. Ja, dat is wel precies wat ik ga doen. Zo, ik heb mijn voetbalschoentjes aan. En het is nu mijn beurt om te gaan schieten. Ik heb 10 kansen. Maar ik raak altijd in paniek als ik penalties moet nemen. Ik weet niet waarom. Maar ik vind het gewoon, ik weet niet in welke hoek ik moet schieten. En dan twijfel ik echt letterlijk op het laatste moment welke hoek ik uiteindelijk ga schieten. Maar goed, Noah is nu eventjes aan het vertellen hoe hij mijn penalties gaat tegenhouden. Gaat het niet lukken? Ik stap weer lekker de auto in. Ik zit nu weer in de auto en ik heb net echt hele leuke opnames gehad. Jullie weten wat ik heb gedaan, ik heb het net ook uitgelegd. Maar dat is een nieuw platform van Noah Zeeuw. Dus als je dat wilt checken, moet je even op zijn kanaal kijken. Noah Zeeuw, daar komt het op. En ik mocht dus 10 penalties nemen en elke keer als ik raakschot kreeg ik 50 euro. En als je benieuwd bent hoeveel geld ik heb gewonnen, dat is echt bizar veel. Dan moet je maar eventjes kijken op het kanaal van Noah. Maar het was echt heel erg leuk. Even een tussenstop hier bij de Shell. Want bij de Shell kan je altijd zulke lekkere broodjes halen. En ik heb nu trek, dus ik ga gewoon lekker broodje halen. Een chocomel en een heerlijk broodje gezond. En we kunnen weer verder. We zijn er weer. Ja jongens, kijk, en hier komt dus mijn kamer hier zo boven. Alleen, er komt een andere auto en die komt in die garage te staan. En ik weet niet of het heel lekker is als die auto wordt gestart, zeg maar, in de ochtend als ik nog lig te slapen. Maar goed. Hey, ik ben er weer. Ja man. Gezellig. Oh, ja, nou ja, daar vallen de meningen over te betwijfelen. Of te wat? Wel leuk dat als je een grap probeert te maken dat hij dan net niet werkt. Ja. Wat wil je normaal? Daar zijn de meningen van, daar verschillende meningen. Daar zijn, wij hebben onze school niet afgemaakt, dus we weten het niet. Ik wilde eigenlijk heel stiekem naar je toe komen lopen, omdat je zo schattig lag te tukken. Hey JD Customs. Hi. How are you doing? Goed, wat heb je gedaan? Je nieuwe trui. Nee, maar ik heb net geld verdiend met voetbal. Ja? Zie je? Snap ik. Wat is dit? Bro, dit is een mango of zo. Ik weet niet. Dat is geen mango. Oké, ik heb een leuk idee, Jade. Jij gaat daar staan. Nee, je gaat niet in de les. Maar jij ruimt het op, hè? Oh, ik moet hem gooien. Jij ruimt het op. Jij ruimt het op, ik zweer. Jij ruimt het op. Nee. Op mijn aquariumglas. Ik heb die app niet. Kom op. Oh. Doe dat dan buiten ook! Waarom moest je dat binnen doen? Nee, hoezo? Kijk, ik heb gewoon heel netjes gewoon even het dingetje opgemaakt. Zodat we kunnen kijken wat we er binnen. Dus, gooi nog eens. Oh ja toch? Ik ruik hem nu al gewoon. Wat zit daarin? Oh. Kom maar. Ah. Wat zit erin? Hey, doe dat even ergens anders dan pik. Kijk, het lijkt net een grote sinaasappel. Wow, het is Het is een grote sinaasappel. Ah. Oh, dat is best lekker. Toe. Toe. Zal ik het snijden? Nou. Dat is echt lekker hoor. Ja? Ja, doe maar. Ga maar snijden. Dit is er dus van over gebleven. Jade heeft even gesneden, maar het is... Wat zo? Heel lekker, Jade. Echt lekker. Een soort van over de datum sinaasappel.
Oh jongens, moet je eens kijken waar ik de laatste tijd naar aan het kijken ben. Ik ben dus van plan om ergens in mei naar Bali te gaan. Met Niek ook en misschien wel Gio ook mee. Gewoon met een hele leuke groep naar Bali gaan en daar een huis huren. Daar gewoon echt gewoon voor 3 weken lang of zo gewoon echt gewoon even lekker chillen en gewoon echt even lekker gewoon chillen en niks doen. Lekker op het strand zitten en een beetje rondrijden op scootertjes. Daar kijk ik zo erg naar uit de laatste tijd. En ik ben nu steeds vaker aan het kijken naar dit soort plaatjes en dan word ik zo blij, hé. Oh, niet normaal. Maar we moeten nog eventjes wachten, want 1 april krijgt Niek de sleutel van zijn nieuwe huis. En dan gaat hij eventjes settelen thuis. En dan gaan we waarschijnlijk rond mei, een beetje eind april, begin mei, gaan we kijken of we daarheen kunnen. En ik heb er zoveel zin in nu al, terwijl we nog niet eens iets hebben geboekt of zo. Maar goed, leuk vooruitzicht. De moeder en de oma van Jade die blijven eten. Dus wij gaan eventjes op de scooter naar de Albert Heijn. Maar niet naar de Albert Heijn hier om de hoek. Maar die ene in Capelle. Aangezien het zondag is en de ander dicht is. Dus wij gaan lekker scooteren. Hi, Jade. Hey, maar weet je, één ding wat wel is. Ik ga rijden. Want ik ga niet achterop bij een vrouw. Sorry. Dat vind ik sorry. Jammer. Expire me. Ik doe het gewoon niet. Nee, sorry. Het ligt niet aan jou. Nee, maar het ligt niet. Het ligt niet. Yes. We zagen ook net die Gio langsrijden die iemand naar het station brengt, terwijl wij zeg maar letterlijk die kant op gaan voor 30 minuten. Hey, superleuk man. Ja, leuk dat Gio dat met ons meedoet. Hi, Karel. Nou, het duurt nog wel even voordat we zijn, dus ik denk dat als Gio zo meteen op de terugweg is, dat we hem weer tegenkomen. Ja, ik denk het ook. Oké. A few moments later. Jongens, we hebben het gehaald. We staan bij de app. Alleen het probleem nu is, ik ben hier helemaal heen gereden, een half uur, maar ik heb geen mondkapje. Dus Jade, je moet het alleen doen. I'm so, so sorry. Dat ik niet naar binnen kan. Ik had echt heel graag meegewild. Maar echt heel graag, okay, hè? Oké, doei. Doei, Jade. Je moet een karretje pakken, Jade. Nou, ik ga even lekker wachten hier. Die scooter is trouwens vies, hè? Wat zei je? Er liggen mondkapjes bij de ingang. Dus als je echt zo graag mee wilt, dan kan je gewoon komen. Ik versta je niet. De verbinding is best wel een beetje slecht. Vincent. Hallo? Jade? Jade? Hallo? De verbinding was gewoon heel erg slecht. Oké, ik ga wel mee. De verbinding viel weg. Ja, echt. Ja. Echt waar. Nee, ik ga wel even helpen. Anders is het flauw. Maar top dat er mondkapje dicht. Wel lekker handig. Oké, we gaan dus voor een pasta met pesto. Dus een pasta pesto met kip. En ik heb ook eventjes 2 paprika's gepakt. Want dat is natuurlijk hartstikke gezond. Dus stop. Want gezond is... Goed. Gezond. Ik voel me af en toe echt een kleuter als ik aan het winkelen ben in een supermarkt. Ga ik altijd op het karretje zitten en dan ga ik zo... Zo rollen. En dan kijkt iedereen me raar aan. Jade, kom op man. Hé, hey, Jaru, vind je dat ik het doe, boodschappen? Ja, echt. Het is wel echt goed. Het enige wat ik hoor is ik moet plassen. Ja, maar ik moet ook echt plassen. Ja, dat is ook niet gelogen. Nee, ja, dat geloof ik ook wel. Vergeet je telefoon niet? Ik moet nog betalen voor mijn telefoon. Nou, dat hebben we goed gedaan, Jade. Ja. En nu mogen we weer een half uur terug. Jee. En ik moet onderweg echt ergens plassen, want ik kan niet meer. Ik ontplof. Dat het niet gaat regenen. Ik ontplof. Ik hoop dat het niet gaat regenen. Dat hoop ik ook niet. Ja, het gaat zo wel regenen. Oké, let's go dan. We zijn er weer, ja. Echt, volgens mij zijn we meer dan een uur weg geweest. Maar we hebben gelukkig wel eten voor straks. Dus we zijn wel voor een goed doel weg geweest. Ik heb niet eens gezien. Oh, lekker man. Echt een lekker biertje. Mijn ogen blokkeren bier. Okay, ook als hier voor het huisje dat je denkt, hé, hey, is oprecht. Jongens, wie wilt er een biertje? Jongens, wilt er iemand, wilt er... Iedereen. Wilt iemand een biertje? Allemaal. Gio, oh, wacht, jij mag natuurlijk niet drinken. Echt heel lang. Jullie ook niet? Ja, lekker. Ja? Ja, nou dan wil jij, ja, kijk eens, alsjeblieft, wil je, oh wacht, nee, jij mag niet drinken. Oh nee, wacht, wil jij misschien, wil je glaas, ja, wil je een glaas limonade? Limoyade. Oeh, oh. Ja, hoe lang gaat het nog duren? We kunnen die ook even wisselen, deze gaat harder. Nee, deze gaat niet wel hard. Ik heb trek. Hij stond uit. Stond hij uit? Dus je zit gewoon te koken zonder dat je überhaupt iets aan hebt staan? Haar stelt. Nee. Ja. Nee, ik wil gewoon eten.
Ja, mijn huis, ja. Is het niet, is het misschien handig voor je cholesterol dat we naar de McDonald's gaan? Oh, sowieso. Ja? Weet je, als ik dicht was, leef ik dicht. Let's go. Let's go. Ja, kijk eens even. We zijn bij de McDonald's en we gaan een McFlurry halen. McFlurry. Oh, McDonald's. Oh ja, dat, oh, bro, ik hoorde hier laatst echt lijpe verhalen over, hè. Ik dacht wat? Echt, ja, gewoon. Dat je hier eten kan halen. Ja, bro. What the fuck? Met de auto gewoon, hè. Dat is wel echt dik, hoor. Ja, ik vind het ook wel ziek. Hey. Hey. Jullie ook hier? Er is helemaal niemand. Hé, hey, die vind ik wel, ik vind het leuk. Ja. Ik vond het leuk. Daar komt het vliegtuig. Lekkertje, joh. Oh, koud, ook koud. Flik op. Wil je een hapje? Kom op, ja. Ik ben aan het rijden. Het komt door het schudden. Hier, ik kom. Oh, dat was mijn eigen licht, hoor. Ja, het is lekker, hè? We rijden op een eenbaansweg. Lekker, hè? Hier, in het hoekje. Hey, hey. Kans 1 op 5 dat jij nu het water in gaat. Kans 1 op 6? 6! Kans 1 op 6? Nee. Kans 1 op 6 dat jij nu het water in gaat. Nee! Kom op, je durft toch wel. Is het serieus? Ga je dat serieus zo doen? Kans 1 op 5 dat jij het aquarium in gaat. Nee, nee, je schuift het nu af. Kans 1 op 6. Oké, okay, 3, 2, 1, 5. Kans 1 op 5 voor jou. 3, 2, 1, 3. Ja! Ja! Nee! Ja! Trek je broek maar uit. Ja. Waarom verlies ik het altijd? Ja, nee, ik voel dat ik het altijd verlies. Nu moet je wel. Nu moet je. Het regent buiten echt keihard. Hard aanzetten. Oh, en dan ga ik lekker binnen het warm hier toe kijken. Ja, jij had er zo nodig één kans op één. Ja, maar ik had verwacht dat jij hem zou verliezen, want ik verlies deze shit altijd. Dus. Nee. Oké, ik ga er wel in. Maar dan moet je. Nee, maar jij moet wel even naar buiten mee filmen. Ja, oké. Oh, fuck. Fuck! Oh. Oh shit. Het regent ook gewoon echt hard, kijk. Zo, nee, waarom heb ik verloren? Verdomme! Het is ook weer echt iets voor mij dat ik verlies, verdomme. Zo vind je vapsen vaps. Ik heb er helemaal geen zin in, maar het is ook echt iets voor mij dat ik fucking verlies. Oké. Okay. Oh, nee, maar het is een beetje... Ga in één keer door dan. Hé, hey, wacht, die kat! Wat? Snif! Wacht, pak hem! Gewoon! Het moment zelf. Doe die deur nog iets meer dicht, zodat die dikke kat er niet tussen kan. Oh mijn god. Daar komt-ie. Is dat okay. Gewoon zo? Ja, doe dan. Kijk uit, zoals je het kamer wil. Oké, 3, 2, 1. Nee! Holy shit, gast. Weet ik veel. Hier zo. Ga je nog een keer? Holy shit, is het niet fucking koud? Ja, wel. Hier. Gast. Het lijkt niet alsof je het koud hebt. Huh? Nu heb je adrenaline in je zit, of niet? Ja, wat weet je wel leuk is. Het is de eerste keer dat ik hem echt in heb. Ja. Oh, besef als je dit straks in de zomer kan. Ja, dat is fucking nice. Kijk, jongens, het hele bad klotst ook nog. Het hele bad klotst hier. Tering. Holy shit. Ai, wel respect. In de regen. Oh mijn god. Oh ja. Zo. Dat was eventjes lekker verfrissend. Om 10:45 ben ik er nog even ingegaan. En ik was echt aan het inkakken, maar ik ben nu opeens weer helemaal wakker. Maar ik ga eventjes lekker douchen. En dan ga ik lekker bij de open haard zitten, een beetje opwarmen. Want nu heb ik het wel echt koud. Oh, ik heb een lekker joggingspakkie aan. Oh. En ik ga heerlijk bij dit vuur zitten en lekker opwarmen. Dat is toch fucking gezellig. Oké, dan niet. Maar ik ga lekker hier bij het vuur zitten en ik ga lekker opwarmen. Want ik had het net redelijk koud. Ik heb lekker gedoucht. En ja, heerlijk. Ik zit fantastisch hier. Kijk, zo'n lekker vuurtje. Toch. Zo, ik ben weer lekker op mijn kamertje. Maar jongens, het ziet er nu nog zo leeg uit.
Maar dat komt allemaal, jongens. Het komt allemaal. Het wordt zo'n lijpe kamer. Ik ga er echt proberen het vets van te maken. Ik ben aan het vloggen. Doe maar niet, man. Heb je dat liever niet hier in huis? Nee, stop er maar gewoon helemaal mee. Ik kan er maar niet zo van doen. Maar wat ik wilde uitleggen, er komen binnenkort, komt er een vloer in, 26 maart komt er een vloer in. Mijn bed komt volgens mij ook over 2-3 weken en dan begint het al echt een kamer te worden en kan ik hier ook echt gaan, gaan wonen. Maar vanavond en nog een paar daagjes moet ik het eventjes met deze doen. Ja, het is prima. Het slaat prima. Maar ik word wel steeds wakker met rugpijn. Ik weet niet waarom. Het ligt waarschijnlijk niet helemaal top. Maar goed, ik heb een hele leuke, drukke dag gehad. En ik hoop dat jullie het ook een leuke video vonden. Dus vonden jullie dit nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie later.